Maar dat ook eerlijk zijn, hè. Ik denk wel dat ik een van op penalty had kunnen pakken. Jij denkt het? Ja, al ik zei, ik heb nog geen keeperervaring, hè, maar... Wel, misschien moeten we een deal maken. Kijk, jij nu uiteindelijk je budget opengesteld naar mij, van kijk, ja, mag je gewoon winnen. Ja. Ik zal nog eens een geste doen naar u. Ja. Jij moet eens tegen mij 5 penalties trappen. Ja. En... Wil dat Praag ophalen of niet? Pruik? Jij wilt natuurlijk wel een pruik opzetten, maar... Oh, ja. Ik zal niet eens zien waarom, maar... Dus hey, jij trapt 5 penalties naar mij en laat ons zeggen, als ik er 2 kan pakken... Hè? Ik bedoel, ik heb nog nooit van mijn leven een bal gepakt. Twee ik heb nog nooit 2 van de 5 kan pakken, ja. Dan betaal ik u 12 punten. Of wat je wilt, want je drinkt geen punten. Dus als jij er 2 pakt... Ja, van de 5. Van de 5? Ja. Dan betaalde jij mij 12 punten. Dat is eigenlijk geen goede deal, hè. Ze zijn eigen in de zak aan zetten. Laat het ons omdraaien. Ja, dan zal ik er 2 overschotten. Dat was... Dus ik ben helemaal door het dolle heen van de winst gezien. Ja, maar stel, als jij er 2 pakt... Ja, dan moet jij mij de 12 punten wel betalen. Ja. Als dat niet is... Ja. Dus als ik er geen 2 kan pakken... Okay, ja. Dan betaal ik u... Of nee, weet je wat? Dan moet je met iets laten doen wat je wilt. Ah, dat is goed. Dan moet je er eens over nadenken. Dat is, goed, vriend, dat is beter als pinten, hè? Ja, ja, als bij mijn pinten is ik niet zo zot van. Dus dat is goed, dat is goed. Dat is een goede deal, hè? Oké, okay, deal? Ja. Nelly, het is zover. D-Day, de opwarming zit erop. Ik heb de zenuwen. Ik ben kapot van de zenuwen. Zijn jij er klaar? Ik ben nog meer kapot van de zenuwen. Ik heb al 3 dagen niet geslapen. Je kunt misschien zien, ik heb zo'n ruwe baard. Ik ben er volledig klaar voor. Ik ben er klaar voor, jongen. Ik ben ook kapot. Ik mag wel afgaan. Wat gebeurt er? Hey. Hier is de cirkel, hè? Ja, die bal moet opbussen. Oh, alle, hey, man, dat meen je toch niet? Kom, in de kot. Hey. Pizzak! Je gaat eraan! De simpelist!
zo maar hier. Hier, pak hem, pak hem. Oh. Ja, ja. Dag Jean-Marie. Ja, ik heb gewonnen, hè, man. Het is niet, het was mijn schuld niet. Een trainer heeft mij driehoeken gegeven en ja. Drie keer naar links, twee keer naar rechts en je hebt drie keer naar rechts getrapt. En ene keer dat ik dacht dat ik de goede ging in, en dan zat ik wel in de goede, maar dan schoot ik niet. Ja, ik heb gewonnen, man. Proficiat. Wat kan ik doen voor u? Wat jij kunt doen? Ja. Weet je dat niet? Jij kunt de laatste match spelen wij tegen Boom, op Boom. Ik verwacht dat jij na de match te voet van Boom naar Bever komt. Dat ik je hier opwacht, hier op de Freetiel, hier op de parking. Dus jij moet te voet van Boom na de match naar Bever komen. En ik hoop dat het keihard regent. Ik hoop het niet. Maar oké. Ik aanvaard uw uitdaging, zal zelfs meer zeggen. Ik kom fysiek toch een beetje tekort, je ziet met die knalt. Ik zal lopen. Gewoon naar huis lopen van boven. Nou, dat is ook wel zien. Uitdaging aanvaard. Daar ben je op gezwemd, de schermen lopen. Dat is het allerstrefste. Ik zal al beginnen met lopen en we zullen zien waar wij niet. Oké. Snel even bedankt, man. Proficiat. En ja. Heeft Frederik Dupré een contract getekend op de Freetiel of niet? Dat is de vraag die iedereen zich stelt bij Waasland Beveren. Wij zochten de flamboyante Gentenaar op tijdens een training in de praktijk van David Bombeke. Dus Dupré heeft dus niet getekend. Nergens nog. Dus, ik heb gewoon hier... Ik heb geweest te praten met de manager, meneer Poppen, en ook met de trainer. En we hebben tot overeengekomen om naar hier te laten trainen, terug een beetje aan mijn conditie te werken. Na 10-11 maanden toch in activiteit. Dus het geval Dupré, het heeft mij nog maar eens enorm verbaasd dat men daar zo'n commotie over maakt. Ik lees de krant en ik zag onmiddellijk teletext Dupré naar Waasland Beveren, wat dus niet waar is. Dupré heeft zijn contract ontbonden met Lokeren. Maar is dus momenteel zeker geen vrije speler. Kan dus dit seizoen nergens anders aan de bak. Hij kan niet meer spelen. En dat is hoe de vork echt aan de steel zit. Dupré traint nu al enkele weken bij David Bombeke. En kwam ook kijken naar de thuiswedstrijd tegen Boussoudour Borinage. Enkele dagen later verscheen het bericht in de krant dat Frederik Dupré een contract zou getekend hebben op de Freetiel. Ik heb gebeld naar het Nieuwsblad gewoon om te vragen van waar dat, hey, want ja, daar stond effectief in, 2,5 jaar getekend voor de eindronde en al. Hè. Dat zijn toch dingen dat ook wel uitgevonden heeft, oftewel, ik weet het niet. Maar ik heb gebeld en gevraagd van waar dat die informatie haalde. En het was iemand anders aan de lijn, het was de hoofdredacteur, die zei van dat ik ging controleren van waar dat die bron kwam. Maar ik heb er nog niks van gehoord. Feit is wel dat de ex-speler van onder meer Zulte Waregem, Standaar en Lokeren intensief aan de conditie werkt met het oog op een transfer naar Waasland Beveren. Een club die hem enorm aanspreekt. Dat Beveren een schone club is met mooie supporterscharen, hoop ik toch, heb ik toch mij laten vertellen. Dus, ook een mooi stadion, accommodatie. Ze zijn toch ambitieus ook de club. Ze willen graag overgaan naar eerste. Dus dat zijn allemaal dingen. En de trainer ook die ik goed ken, Dirk Heeraert. Dus ja, dat zijn allemaal factoren die meespelen. En ik heb ook de indruk dat de sfeer toch
binnen de club, binnen de spelers, wat ik hoor van de spelers die ik ken, dan, dat toch heel goed is ook. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Eén ding hebben Frederik en onze supporters alvast gemeen. De afgunsten opzichte van Sporting Lokeren. Dupré werd er aan de deur gezet nadat hij kritiek had geuit over de motivatie van bepaalde spelers en over de voetbalkennis van voorzitter Lambrecht. Ja, dat is me allemaal een beetje kwalijk genomen, zeker, denk ik. Maar uiteindelijk, als het nieuwe seizoen begint en je kijkt de transfers dan ze doen, dan kopen ze allemaal Belgische spelers. Of toch buitenlanders die toch wel iets van een meerwaarde hebben. Dus, in feite hebben ze dan toch wel geluisterd naar mij, maar ze hebben me dan ook wel buiten gesmeed. Maar oké, ja, dat trek ik me niet aan. Ik heb gewoon gezegd wat ik wou zeggen. En wat er gebeurd is met de voorzitter en mijn lokeren, is gebeurd. Ik ga het afsluiten. Het is natuurlijk zo dat... ik kan niet zeggen dat ik veel liefde voel voor lokeren. Dat wil ik zo laten zeggen. Zullen we het hier een beter gaan horen? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Goedenavond, dames en heren. Zoals jullie wel weten, heb ik ooit eens meegedanst met de cheerleaders. Nu heeft het cheerleadster Evelien mij gevraagd om een oproep te doen. Ik weet niet over wat voor soort van oproep het gaat, daarom ga ik eens binnenvragen of ze me wat meer uitleg kan geven. Dag Evelien. Goedenavond, Karel. Alles goed? Ja, ja. Nu Evelien, wij zijn hier omdat jij een speciale oproep hebt. Maar ik weet zelf niet over wat voor een oproep het gaat. Kun jij mij daar wat meer uitleg over geven? Ja, wel. Ik zit dus in de finale van Miss Fashion Oost-Vlaanderen. En ik zou graag hebben dat jullie allemaal stemmen opnemen. Miss Fashion Oost-Vlaanderen? Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En krijg je dan zo een Fashion Miss Lint en zo? Serieus? En maak je dat eens erbij toevallig? Gaan we eens kijken? Ja, wel, ja, gaan we eens kijken. Ja, doe dat maar eens aan, zeg. Oh, my, zeg. Chique dinges. Kijk, die is niet al. Hey, laat. Zie dit. Hey, kom maar wel af, zo'n lintje, hè? Kom maar een goed model zijn, of niet? Nu, Evelien, om op u te stemmen, wat moeten de mensen dan doen? Wel, ze moeten een sms sturen met MFO spatie 2 naar 6687. Dus MFO van Miss Fashion Oost-Vlaanderen spatie 2 naar 6687. Fantastisch. Evelien, hoe gaat het nu eigenlijk met de cheerleaders? Ja, ondertussen zijn er 4 gestopt. 4? Dat is niet zo goed. Oei. En is daar een oplossing voor? Wel, we hebben nu pakjes over, dus eigenlijk zijn wij op zoek naar nieuwe cheerleaders. Mm-hmm. Jullie hebben pakjes over en jullie zoeken dus nieuwe cheerleaders. En aan wat moeten de mensen voldoen om cheerleader te kunnen worden bij Basland Beden? Ze moeten 16 jaar zijn, minstens. Mm-hmm. Ze moeten heel ritmisch zijn. Dat is toch wel belangrijk dat ze een beetje goed kunnen bewegen op de muziek. Zoals ik eigenlijk. Voilà. Voilà. En ja, meisjes zijn. Hè. Meisjes? Ja, dus dat. Dat is een optie of zo, hè? Meisjes. Hey, zo'n jongen in zo'n pakje, dat bestaat toch ook niet, hè? Met zo'n rokje, dat is toch niet... Allee, ja. Hey? Ik vind dat dat kan, maar oké, jij bent een headcheerleader, dus meisjes tussen, nee, vanaf 16, meisjes vanaf 16 die een beetje ritmisch zijn en waarschijnlijk ook lenig, hop, die mogen dus altijd contact nemen met u en waar kunnen ze u bereiken? Ze kunnen mij bereiken op mijn e-mailadres of op onze site. Mijn e-mailadres is evelien.carpentier@msn.com en onze site is www.cheerleaderswaaslandbeveren.tk. It's amazing.
Goed, ik hoop dat je veel reacties krijgt. En ik wens u nog heel veel succes met Miss Fashion Oost-Vlaanderen. En ik zou zeggen tegen alle kijkers, sms'en maar.